Sebastian Vettel, die heeft echt heel veel slipstream. Ik blokkeer hem daar en oh, dat was heel erg gevaarlijk wat ik deed. Dat was echt heel erg gevaarlijk wat ik deed. Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Formule 1 2020. Onze ene laatste video. En dan zit het seizoen erop. We zijn al wereldkampioen geworden. In de vorige video, stel jullie hebben die nog niet gezien, check hem zeker even. Hij was echt super spannend en aan de comments te lezen. Echt, jullie hebben hem massaal maar allemaal gefeliciteerd. Jullie vonden het super en ja, jullie hebben er ook van genoten. Dus dan geniet ik er ook al uitermate meer van. Ja, ene laatste race dus. We zijn bij Brazilië gebleven. Ik duik nog niet de game in, want ik wou graag mijn auto rood-wit-blauw maken met een gouden bies. Alleen, ik zag een paar comments voorbij komen en mijn vader kwam ook naar mij toe. Want die had het ook gehoord, want die checkt mijn video's ook natuurlijk. En hij kwam ook met iets heel speciaals en mooi. Maar dat gaan jullie zo meteen dus zien in ons eigen team hoofdkantoor. Ja, jullie weten hoe het werkt, de vrije trainingen, uitslagen gaan jullie gewoon zien. Een one-shot kwalificatie en natuurlijk gewoon de race. Ik hoop dat jullie hier nog van gaan genieten van de laatste twee races. En ja, we gaan dan gewoon door met 2021. Zo makkelijk en zo simpel is het. Echt, dank jullie wel. Dus stel jullie vinden het leuk dat ik er weer ben, smash dan zeker even op de blauwe duimpje omhoog. Abonneer als jullie nieuw zijn op mijn kanaal. Laat een leuke comment achter. Ik lees dus alles, ik probeer zoveel mogelijk te reageren op de reacties, maar soms ja, is het gewoon heel druk met opnames, met editen. Ja, jullie begrijpen het ook misschien wel. Dus nogmaals, dank jullie wel. En dan, ja, genoeg gepraat. Jullie gaan zien hoe de auto eruit ziet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en mooi vinden. Ik vind het natuurlijk wel heel mooi. Ik vond het ook apart, want je ziet het gewoon bijna niet. Ik heb het geprobeerd één op één, ja, natuurlijk na te bouwen, na te doen. Alleen, ja, ik heb natuurlijk niet dezelfde reclames en noem maar op. Dus ja, met dat allemaal gezegd hebben, duiken we nu gewoon lekker de game in. Here we go! Oké, beste kijkers. Nou, zoals jullie zien, hij is zwart met goud. Ik ga even naar de aanpassingen. Dan kan ik het beter jullie laten zien. Kijk eens aan. En de OG F1 kijkers. Of een beetje, ja, dezelfde generatie als mij. Of, nou, het maakt eigenlijk niet uit. Misschien hebben jullie 100% dat jullie het wel eens hebben gezien. Of dat jullie ouders erover hebben gepraat. Of opa, oma. Het maakt niet uit. Jullie zouden het ook moeten weten. Ik heb hem nagemaakt zoals de John Player Special. De Team Lotus van ja, 58 tot 94. Die was ook met zwart met goud. En mijn vader kwam met het idee. Ook nog een comment onder mijn laatste video. Maar eigenlijk heb ik dit idee van mijn vader. En ik ben echt super blij dat hij dit tegen mij heeft gezegd. Dat ik dit moest maken. Natuurlijk is mijn pak ook anders, mijn helm is anders, echt alles is anders. Zoals jullie zien, de teamkleuren ook. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Maar ja, ik ben er echt heel blij mee. En zwart met goud gewoon. En echt, ja, het heeft wel iets hoor. En als jullie niet weten of jullie denken van, ja, maar John Player Special. Hey Robin, wie reden daar allemaal in dan? Er reden er echt heel veel in. Jim Clark, Graham Hill, laten we niet vergeten, Andretti, Piquet, Hakkinen zelfs, Johnny Herbert. En laten we vooral niet vergeten, Ayrton Senna. En ja, Ayrton Senna dan, ja, kan ik gewoon echt uren over praten. Dat was gewoon echt een super rijder. En ja, ik ben blij dat ik toch de laatste twee races dit heb gedaan. En ga zeker op YouTube checken John Player Special van Senna. jullie gaan echt hele leuke video's ja, zien. En ja, echt een aanrader. Ga dat doen, beste kijkers. Maar na mijn video. Pas na mijn video ga dan pas die andere video's checken. En laten we even naar de personage toe gaan. Hallo? Even geduld. Kijk, daar staat. Mooie zwart met gouden helm natuurlijk. Met onze eigen teken op de voorkant. Dan, ja, het pakje is ook anders natuurlijk. De handschoenen zijn anders. Ik heb een andere pose aangenomen. Een andere houding dus. Dus zo doen we het. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en mooi. Want ik vind het echt super. Echt, ja, John Player, ja. Dat heeft wel iets. Dat is gewoon echt een stukje geschiedenis van de Formule 1. En check dat gewoon echt zeker. Dat is echt een aanrader van mij. Check dat. En zeker ook de rijders. Echt, we praten echt over kampioenen. Over legendes. Over titanen van de F1. En ja, ik vind als jullie echt van F1 houden. Echt, jullie moeten dat weten. En dan... dat zijn echt mooie verhalen ook ertussen. Echt. Echt aanraden. Nogmaals. De activiteiten gaan we weer even mooi inplannen. Zeker weten dat. De betaalde team-evenement. Dan komt er weer 5% bij. Als gewoonlijk. Dan ook deze. De teambuilding duurzaamheid. Komt er 5% duurzaamheid bij. Dat is altijd ook perfect. Ja, dan kunnen we deze nog doen. Blijft er een dagje over. Is wel min 2,5%. Daar baal ik wel weer een beetje van, maar ja. Nee, we doen deze gewoon van 4 dagen. De F1 e-sports evenement bijwonen. Is goed voor de coureur. Voor de fame en de middelen. Dus dat gaan we zeker weten doen. Dus dan komt er een mono... Komt er een structuur, betaald team-evenement thuis, een teambuilding, duurzaamheid, de wekelijkse middelen, de operationele kosten en de F1 e-sports evenement bijwonen. Ik hoop dat jullie het echt vet vinden hoe de auto eruit ziet en hoe nou, zelf de pak, de schoenen en de helm natuurlijk is. Laat zeker gewoon weten in de comments, maar echt een aanrader, check die video's na mijn video. Dat is gewoon echt een stukje geschiedenis wat, ja, ik vind, als jullie echt van Formule 1 houden, horen jullie dat gewoon te weten van de John Player Special. Is dus de team van Lotus en echt, ja, meerdere wereldkampioenen zijn er gewoon voortgekomen. Ik dacht 6 in totaal, dus echt super gewoon. Ja, kijk, dit is ook mooi, de ontwikkelingsvoortgang, dat is allemaal goed. Dus dat is perfect. Wat vind je hierop? Oh, we kunnen nog... Oh, ja, zeker weten. Dat gaan we zeker weten even doen. Dat is de remluchthappers zijn weer herontworpen. En nou is er genoeg gepraat, beste kijkers. Dan gaan we nu beginnen met onze vrije training 1. Met de nieuwe livery en de nieuwe teamkleuren. Here we go! Het is tijd om ons aan de top 3 te herinneren. En dat is Robinson, Verstappen en Lewis Hamilton. Dat was het. De trainingen zitten erop. Tot de volgende keer. Tot ziens. Oké, beste kijkers, zoals jullie het horen. De vrije training 1 zit erop. En de beide Nederlanders zijn 1 en 2. Dus ik heb eerst tijd gereden met de 1.12.244. Tweede Max Verstappen met de 1.12.924. Rijdt ja, iets meer dan 6,5 tiende langzamer. Derde Lewis Hamilton met de 1.13.0. Rijdt 18e langzamer. Dat is best veel. Maar Daniel Ricciardo heeft een hele lange tijd tweede gestaan. Dus de vrije trainingen, dat vind ik altijd een beetje, ja, dat kan elke kant op gaan. Kan je nooit zoveel van, ja, zoveel van zeggen, vind ik gewoon. Maar ja, ik moet nog echt heel erg wennen aan de autokleuren en aan mijn helm. Omdat, ja, je ziet nou een andere kleur en ja, daar valt je ogen de hele tijd op. Stel jullie horen mijn ventilator, dan spijt me dat echt, maar het is echt heel warm. En ik loop echt weg te smelten hier achter mijn beeld. Dus stel jullie horen mijn ventilator, ja, doe het er dan maar mee. Ik maak mooie en leuke filmpjes voor jullie, maar ik ga niet wegsmelten. Echt. Zoveel zweet en zo warm. Maar totaal niet met de vrije training heen eigenlijk. Dus, genoeg gepraat. We gaan door naar de vrije training 2. En Nick de Vries rijdt 19 tijd. Oké. Ja. Ja. Het is de ene laatste Grand Prix. Echt, mijn teamkleuren zijn anders. Ik ben al wereldkampioen, dus het maakt me eigenlijk niet meer zoveel uit hoeveel die rijdt. Laten we doorgaan naar vrije training 2. Here we go. Het is tijd om ons aan de top 3 te herinneren. En dat is Robertson, Bottas en Carlos Sainz. Als je naar de trainingen van vandaag nog niet genoeg hebt, dan staat je nog een uitzonderlijk weekend Formule 1 te wachten. Oké, beste kijkers, zoals jullie het horen, ik heb de eerste tijd gereden in de vrije training 2 in 1, 11, 2, 1, 2. Tweede Valtteri Bottas met 1, 12, 2, 5, 1 rijdt een seconde langzamer. Derde Carlos Sainz met een 1, 12, 6, 8, 6 rijdt bijna anderhalve seconde langzamer. Alleen zoals jullie zien, Sebastian Vettel op de medium, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Alexander Albon dus. We zijn allemaal een beetje aan het testen hoe of wat. En nou, zoals jullie zien, Esteban Ocon rijdt de laatste tijd op de harde band, dus ja. En Nick de Vries zijn 17e tijd, dus jullie weten, het klopt niet. Nee, het is mijn tip en mijn advies. Stel jullie spelen Formule 1 2020 je eigen team. Koop niet Nick de Vries. Echt, dat is weggegooid geld. Hij doet het slechter dan Maha 4. Ja, gewoon niet kopen. Dat is echt mijn advies. Laten we snel doorgaan naar vrije training 3. Here we go. Nu alle auto's aan de kant staan, gaan we naar onze top 3. Robinson, Bottas en Carlos Sainz. Dat was het. De trainingen zitten erop. Tot de volgende keer. Tot ziens. Zoals jullie horen, de trainingen zitten erop. En ik heb een eerste tijd gereden met de 1.11.5.6.6. Tweede Valtteri Bottas met de 1.12.2 rijdt, ja, 16e langzamer. Derde Carlos Sainz weer met zijn McLaren. En 1.12.2.3.6 rijdt 6.5e langzamer. Iets meer dan 6.5e. Ik geloof niet zo in deze vrije training. Echt, Charles Leclerc nog op de harde band. Een zesde tijd. Echt netjes op de harde band. Trouwens, echt super. Max Verstappen een 11e tijd. Ik geloof het niet, want Max Verstappen stond in de vrije training 2, reed hij ook een 1.11.9 of 1.11.8. Dus ja, ik geloof het niet zo. Maar stel jullie hebben er zin in, net zoals mij, smash dan zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen met de kwalificatie. Dus let's do this. Ja, beste kijkers, jullie zagen me even zwaaien en dat deed ik even naar jullie, hè. Ik zwaaide gewoon even naar jullie. Ik wist dat jullie aan het kijken waren. Even zonder gekheid, we hebben de autoafstelling eigenlijk niet gedaan, want de gebalanceerde en de standaard afstelling, dat was gewoon, ja, eigenlijk wel perfect, moet ik eerlijk toegeven. Ik kan wel even de PSI... zet ik wel iets naar onder. Dus 20,7 PSI achter en 22,6 voor. Dat doe ik altijd. Dan heb de banden wat meer oppervlakt. Ligt die wat strakker op de weg. Kan je wat harder door de bochten. Vind ik wel belangrijk. En zeker ja, met deze GP. Even de aerodynamica voor de voorvleugel. Doe ik ook een standje omhoog. Dat zijn denk ik wel de fine-tuning en de, ja, de perfecte dingetjes. Ja, dit hadden we allemaal vervangen. En voor de ene laatste GP ga ik dat niet meer vervangen. Versnellingsbakken is ook allemaal goed. Dus het is allemaal perfect. Als ik het zo mag zeggen. Dus, nieuwe softbandjes eronder. We gaan de kwalificatie van Brazilië doen. Here we go, beste kijkers. Oké, beste kijkers, hier gaan we over de finish. DRS is al ingeschakeld. En hier trap ik hem al vol op de rem. Beetje door laten lopen, bochtje naar rechts. Even liften, je hoorde het. Doordraaien naar links. En DRS-punt, de volgende. Kijk dan hoe mooi mijn auto ook is, hè. Hier trap ik hem alweer vol op de rem. Bochtje naar links. Een beetje te veel over de curbs. Dat heeft wel wat tijd gekost. Smalle baan vind ik het hier. En als je dit goed timet, 2 terug, kan je spelen met het gas zoals je hoort. En ik pak hem daar wat te ruim, hoor. Ik kan hem net op de baan houden. Hier win ik wel veel tijd. Moet je oppassen dat je geen onderstuur gaat krijgen. En weer vol op het gas, hè. En dan komen we zo meteen vol gas erdoor. En dan komen we nu op het punt. Toen het regende in Brazilië, waar Max Verstappen hem gewoon uit de muur haalde, hè. Weer DS-punt. Dat was echt een mooie GP. En dan tikken we gewoon een 3.35 aan, tikken we. Fantastic. Ja, kijk. Brazilië, dat ligt me gewoon echt super lekker. Of ik deed het de vorige keer in Mexico, of ik deed het hier. Ah, en de auto, wat ziet de auto er mooi uit, echt. Na de kwalificatie is het tijd om de top 3 door te nemen. Robinson, Hamilton en Charles Leclerc. Dat was de kwalificatie, maar morgen zijn we weer terug met de Grand Prix. Dus ik heb er 1.9 gereden, 1.9.9.7.8. Ik rij 17e harder dan Lewis Hamilton, die in 1.10.6.8.9 rijdt. En daarachter, derde dus, Charles Leclerc met zijn Ferrari doet het goed. 1.10.7 rijdt 18e langzamer dan mij. Max Verstappen een 5e plek en Valtteri een 4e plek. Nick de Vries een 20e plek. Ja, ik ga er gewoon geen woorden meer aan vuil maken, beste kijkers. Echt, mijn advies is nog steeds en mijn, ja, mijn advies. Koop nooit Nick de Vries in het Formule 1 spel. Echt, je komt veel beter met die Mara 4. En die deed ook met de settings, deed die het leuk. Ja, daar kon ik gewoon wat meer op bouwen en vertrouwen. En ik weet 100% zeker, als die nou nog in het team zat, dat hij 100% ja, 10e of tussen de 15e en de 10e plek wel reed. Maar ja, dat is allemaal speculeren weer. Wij hebben een pole position weer te pakken en daar gaat het om. Dus wij starten vanaf plekje 1 en ja, daar ben ik best blij mee. Echt. Oh, ik ben echt... Ja, we zijn wereldkampioen. Dus eigenlijk is de stress er al af. Maar voor elke race is het toch een beetje stress, een beetje zenuwen. En ja, ik vind de auto echt mooi. Echt. John Player Special. Mwah. Mooi. Laten we doorgaan naar de race. Genoeg gepraat. Here we go. De Formule 1 keert weer terug naar Sao Paulo, waar het weer een klassieke Braziliaanse Grand Prix belooft te worden. Sebastian Vettel behaalde hier in 2012 zijn 3e kampioenstitel. En in 2016 trakteerde Max Verstappen ons op een van de mooiste regenraces aller tijden. We racen vandaag op Interlagos, een historisch circuit van 4,3 kilometer en een van de weinige banen op de kalender die linksom gaat. 15 bochten in totaal, 9 naar links en 6 naar rechts. Met een technische middensector, gevolgd door sector 3 die vol gas wordt genomen. Wat voor de beste inhaalmogelijkheid zorgt in bocht 1. Bas van Damme, zoals altijd, weer naast me voor de race. Laten we het eens over Robinson hebben. Wat een seizoen is het geweest. Het kampioenschap meer dan verdiend. En de druk is er zeker al af. Nu de titel is veiliggesteld. Het is echt dik verdiend. Ik zal niet zeggen dat het een foutloze titeluitdaging is geweest, maar het was zeker onder controle. Laten we hopen dat er vandaag nog wat stoom uit de oren komt en we een spannende race tegemoet gaan. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Robinson start op pole position, met Lewis Hamilton ernaast. Verder op de grid hebben we Leclerc, Bottas, Sebastian Vettel en Albon, Ricciardo, Perez, Stroll en Lando Norris. Oké, we've already already won the championship, so relax and enjoy this race. Oké, beste kijkers, zoals jullie het de Olaf Mol ook hoorden zeggen, de stress is er natuurlijk af. Maar natuurlijk komt de stoom uit de oren, want elke GP waar ik in rij is spannend en gebeuren er dingen in. Dus het zijn 18 rondjes die we gaan rijden, kleine 21, 22 minuutjes. Dus 9 rondjes op de softs, 9 rondjes op de medium, daar ben ik wel mee eens. Ik neem wel iets meer benzine aan boord. Ja, jullie weten waarom. Dan kan ik altijd even een beetje spelen met mijn fuel mix. Dat doe ik altijd heel vaak. Als ik hem niet vergeet, want dat doe ik ook heel vaak. Maar ja, jullie weten hoe het voor de rest werkt. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Smash dan zeker op dat blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Jullie weten hoe het werkt. En abonneer als jullie nieuw zijn, want we tikken bijna die 3K aan, beste kijkers. En dan gaan we nou beginnen met de GP van Brazilië, Sao Paulo. En ja, hopelijk kunnen we echt weer een winst meenemen. Let's do this. Oké, beste kijkers, we zetten de viewmix weer op Ridge. Vol gas erop en dan gaat nu de lampen uit. Eens de GP van Brazilië officieel begonnen en we hebben best een goede start. Ook hadden we veel wielspin. En daar zit Lewis Hamilton al heel ver naast. En die heeft een spin. En ik krijg een waarschuwing. Oké, beste kijkers. Hier hebben we Lewis Hamilton met de start. En jullie zien, ik heb best heel veel wielspin. Zoals jullie zien. En ja, het gaat allemaal nog goed. Ik ga daar al op de rem. Ik zit op de racelijn, zoals jullie zien. Lewis zit niet op de racelijn. Lewis duikt gewoon echt vol in mijn zijkant. Dus het is logisch, ik zit op de racelijn, laten we dat niet vergeten. Lewis is er op geen één moment naast geweest, laten we dat ook even zeggen. En natuurlijk stuur ik in, omdat ik die bocht natuurlijk moet halen. En ik zit op de racelijn, beste kijkers. Lewis Hamilton, ja, ook al is het kampioenschap gewonnen door mij, hij geeft niet op. En natuurlijk krijg je dan onderstuur. Je mist de apex, je mist het grip, je komt op het vel, ook nog op het gras. En dan ga je hem bijna verliezen. En hij trapt hem vol op de rem hier. En dan heeft een Ferrari genaamd Charles Leclerc heel erg veel geluk. Ja, en dan gebeurt er achter, staat de hele rij hier stil. Zoals jullie zien, daar met de McLaren. Kijk, en dat vind ik wel heel erg gevaarlijk. Want hier moet Lando Norris gewoon wachten. En dit is allemaal weer het gezeur van Lewis. Kijk, dit kan je niet doen. Zelfs moet je kijken hier. Ik denk Lando Norris, Sergio Perez, die zet hem nog zelfs in de achteruit. En dan hebben we hier achter, krijgen we nog ook met een Williams, ook problemen. Waar is Lewis Hamilton toch steeds mee bezig? Hij remt. Hij wil, gaat ook niet helemaal vrij uit. Ik denk dat het George Russell is. Ze gooien het gewoon allemaal in de achteruit. En dat vind ik, hier. Ik denk Pierre Gasly raakt daar Carlos Sainz heel hard in de zijkant. Het is weer één grote chaos met de GP van Brazilië. Laten we snel teruggaan. Oké, ik heb dus een waarschuwing gekregen. De beide Ferrari's zitten nu achter me. En het gaat momenteel, Lewis zat echt weer te duwen en te trekken. En dat is, wow. Ik had even een klein momentje daar. Sebastian Vettel zit nu wel achter op mijn kont. Nou, de beide Ferrari's, die hebben echt een hele goede pace. En we zetten even de viewmix weer terug. Onze ene laatste Grand Prix van het seizoen 2020. En toch doet het me wel wat hoor. Wow, bo, 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 bo. Dat was weer even heel erg veel geluk. Maar blijkbaar rijdt de top 3 dus wel weg van de groep. Ik heb nu een seconde op Vettel. Ja, het gaat gewoon echt super lekker deze race. We zijn de eerste ronde dus goed doorgekomen. Snelste ronde alweer neergezet. En oeh, ja. Ik moet de moeilijke weg nu even nemen. En dat heeft me wel tijd gekost hoor. Jeetje man. Ik maak echt een paar grote fouten. En ik moest wel even de... Ja, als je naast de baan schiet moet je natuurlijk wel de langere weg nemen. Maar anders krijg je straf. En dat wil ik niet. Dus nu zit... Hoppa, ik verloor hem daar bijna omdat ik te veel curbs daar nam. Dit is niet echt een heel goed rondje van mij geweest. En we zijn echt aan het vechten met de beide Ferrari's, zoals jullie zien. Ja, en zie je, en dan... Hoppa. Nou, dat was een stuk piepschuim die ik even kapot ram. Ja, we zijn wel echt bezig dit rondje. Dus niet echt een schoonheidsprijsje. En Sebastian Vettel, die heeft echt heel veel slipstream. Ik blokkeer hem daar en oh, dat was heel erg gevaarlijk wat ik deed. Dat was echt heel erg gevaarlijk wat ik deed. Oeh. Ik geef dat eerlijk toe. Nou, nu is DRS nog ook ingeschakeld. En we zijn wel echt aan het blokken hoor. De Ferraris hebben echt een super pace hier en rijden echt heel hard hier. Maar nu is Leclerc met Vettel ook aan het vechten. En dit wordt nog wat. Dit worden nog een spannende paar rondjes hoor. Ik pak hem daar ruim. De beide Ferrari's pakken hem echt aan de binnenkant. Ja, en hun hebben zometeen DRS en ik niet. Dus dat wordt nog wat. Hij had een hele goede exit. Kijk, je mag natuurlijk 1 keer blokken, maar dan mag je niet van je lijn afwijken. En dat deed ik net wel met Sebastian Vettel. Nu geef ik gewoon de ruimte. Maar ik zit aan de binnenkant. Ik probeer hem eruit te remmen, maar hij wil mij wel doorkruisen. En dat laat ik niet toe. Hier heeft hij ook weer DRS. Maar ja, hij is nou wel wat verder weg natuurlijk. Oeh, een paar mooie spannende rondjes. Echt. Leclerc had daar een beetje, ja, ook een probleempje met het inremmen. Want hij verloor daar ook bijna de macht over de auto. En Bottas is aangesloten zo te zien op een vierde stek. Ja, dat wordt nog wat. Ja, wel een beetje te veel curb gepakt. Daar heb ik wel wat tijd laten liggen hoor. Een 7,5e, 18e nou. Ja, en dan komt hij er weer aan denk ik. 16e momenteel, oké, halve seconde. Hij loopt wel hard in hoor. Oeh, weer daar te veel gras. En dan, ja, dan remt hij gewoon niet goed. Daar moet ik wel voor oppassen. 3 tiende momenteel. Oeh, 2 tiende. Ik blijf natuurlijk aan de binnenkant. En dan wil hij me doorkruisen. En dat kan hem misschien wel gaan worden. Maar weer zit hij aan de binnenkant. En ja, je kan niet bij mij aan de binnenkant zitten. Terwijl ik de bocht instuur. Ja, dan kom je op het vuil en dan verlies je gewoon het grip. Ik vind het best dat je me inhoudt. Ik gaf net ook op het rechte stuk gewoon de ruimte. Alleen je kan niet ergens inhalen. Ik ga je niet expres even ruimte geven. Zodat je niet op het vuil komt natuurlijk. En dit kost mij wel heel erg veel tijd. Ja, Wow, ik wist niet dat hij al zo dichtbij was. En dit gaat wel even, ja, een waarschuwing. Ik steek mijn handje omhoog met Vettel. Valtteri Bottas is nu echt aangesloten. Tikt me ook op mijn achterkant. En wat gaat hier gebeuren? Hij pakt de eerste plek. En ik duw een klein beetje. Misschien kan ik nu met DRS wel wat weer de eerste plek over gaan nemen. Maar dat wordt heel moeilijk zo te zien. Want Sebastian Vettel is weer aangesloten. Charles Leclerc is de pits ingedoken. Want die had echt een nieuwe vleugel nodig. Nieuwe neus bedoel ik. Excuses. Ja, het is wel echt een duw- en trek-race hoor. En we zitten nou echt op seconde hoor. Niet echt een hele goede exit, maar we hebben DRS zo. Ja, en dan lopen we niet naar hem toe hoor. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ja, en weer maak ik de fout daar. We hebben nog wel DRS, dus dat ja, moet goed komen dat we weer naar hem toe gaan rijden. Ja, we hebben het wel een beetje moeilijk en zwaar hoor, op deze baan. Kijk, dat is echt de sector 2, dat is echt voor mij weggelegd. En zoals jullie zien, ik ben daar ook het snelst. Paas in sector 2 dus. DRS weer, vleugeltje is los. En met slipstream loop ik wel naar hem toe hoor, maar oeh, ja, de hele ding viel weg gewoon. Het viel gewoon weg. En nu heb ik Alexander Albon op mijn kont zitten. Dit is echt heel jammer. Gewoon, het viel weg. Ik remde maar eigenlijk gewoon strak door. Dat is heel jammer dit. Dit is echt heel jammer. Weer paas, ik verbeter mijzelf dus in de tweede sector. Oeh, wat een geluk. We zitten dus op 3 seconden van Valtteri. En we gaan dit rondje toch pitten denk ik, want ja, de grip is echt, wordt echt minder. Negende ronde alweer, beste kijkers. Ja, we gaan wel naar binnen hoor. Nee, we gaan niet naar binnen, want ik zie dat niemand naar binnen gaat. Dus we gaan dit rondje gaan we naar binnen. Right, come in at the end of this lap. En we hebben nu DRS en we lopen dus iets in op Sebastian Vettel, dat is mooi. Ik snijd die bocht wel helemaal weer verkeerd hoor. Daar laat ik echt weer een paar tienden liggen. Jammer. En we zitten nou wel weer op de kont van Sebastian Vettel. En 2,8 seconden op Valtteri. Oké, beste kijkers, hier hebben we Antonio Giovinazzi in zijn Alfa Romeo. En wat gebeurt? Wow! Dat was wel even een snelheidsverschil. Ik denk dat de bak kapot is of een mechanisch defect. Maar ja, Antonio Giovinazzi, onze eerste uitvaller van de GP van Brazilië. Laten we snel teruggaan na de race, want dit is best spannend. Here we go. Oké, Giovinazzi dus onze eerste uitvaller. En we zitten nu echt op de kont van Vettel. DRS er nog even bij aan. En dan duiken we nu echt de pits even heel hard in. Oké. Dat was echt wel hard. Nog eens heb 5 seconden straf zie ik dus. Kijk even mijn team in het goud staan. Hup, koppeling vast. Vol gas erop en go. En look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Nick is in the pits. Nick in the pits. We liggen achter op dit moment, DRS erbij aan. En daar is nog geel van Giovinazzi, dus ik mag hier niet inhalen. Green flag. Slipstream, kom op. Ja. En dat ging echt net goed. Oké. Kijken of we nog voor Bottas terecht kunnen komen. En ik ben bang van niet. Nee, dat gaan wij niet halen. Bottas is stopping now. Nee! Bottas rijdt daar! En die hebben een goede pitstop gemaakt hoor. Maar ik heb wel wat meer temperatuur nu in de banden. Maar weer 3,3 seconden. Oh, dat was mijn telefoon. Dit is sector 2 paas, hè. Dat is echt een hele goede sector voor mij. Daar win ik ook tijd. Maar dan hier, ja, daar verlies ik gewoon weer echt veel tijd. We're catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Ja, we hoeven nog maar een paar rondjes. Dus relaxed. Ja, kijk, en dan, daar laat ik echt heel veel tijd liggen. Dertiende ronde nu. Ik merk aan de auto dat de mediumband er toch beter onder ligt dan de softbandjes. En ik heb groen, groen, groen. Misschien kunnen we nog een extra puntje meenemen. Ja, snelste tijd neergezet. Dat was de fastest lap of the race so far. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Oké. Kom op, Robin. Ik moet ook oppassen voor mijn banden, want ik heb het gevoel dat ik echt te hard aan het trappen ben. En mijn hand slaapt. Hé, mijn hand slaapt. Ik heb echt rare tintelingen in mijn hand. Twee seconden. Oké. In de 15e ronde. Ah, ik moet toch naar Bottas toe kunnen rijden. There's 5 laps of fuel remaining. In die bocht vraag ik heel veel van mijn banden, maar zoals jullie zien, daar loop ik echt op in. Daar win ik gewoon tijd. En weer groen. Fuelmix weer op Ridge. Nou, dan helpt dat weer niet, hè. Weer snelste tijd neergezet. Zoals jullie zien, Bottas neemt hem daar ruim en ik neem hem echt strak aan de binnenkant. Dus misschien moet ik dat ook maar gaan doen. 1,7 seconden, 16e ronde. Gaat heel spannend voor de beste kijkers. Een seconde. Nee, ik heb nog geen DRS, sorry. Ik had te veel speeksel in mijn mond. Ik geef het ook gewoon eerlijk toe. Ik loop echt de trap in die auto, dat is niet normaal. En nee, ruim pakken, dat zit er voor mij niet in. Nee, dan laat ik echt heel veel tijd liggen. In de ene laatste ronde, dat is niet slim. We zetten de fuelmix al gewoon op Ridge. Klaar. Alles of niets. We hebben DRS nu. Oké. 16e. Weer. DRS. Kom op. Lopen naartoe. Halve seconde. Paas in sector 1. We zijn nu echt aan het trappen. Laatste rondje, beste kijkers. Kom op. Ah, te ruim genomen. Daar verpest ik het wel iets. Dit is een goede sector voor mij altijd. Ja, klein tikje. Voorvleugel verpest. Nee, hij is te ver weg. Nee, ah, wat jammer. Oh, wat jammer. 2 tiende. Ah, het lukte gewoon net niet. Het lukte echt net niet, beste kijkers. Maar wel weer echt een super race, hè. Echt super race, ik ben er best blij mee, echt. Ook er zit wereldkampioenschap erop. Kijk. Mooi toch? Yes! We hebben een nieuwe wereldkampioen. Wat een spectaculaire overwinning. En het kampioenschap is in de pocket. Het was een geweldig seizoen. En ze verdienen het gejuich. Maar het zit er nu echt op. We zijn nu pas echt wereldkampioen, beste kijkers. En Bas, wat heeft vandaag het verschil gemaakt? Oh god, dat wist ik nog eens. Het is er gelukt een goede strategie in te zetten die bij de omstandigheden op de baan paste. De coureur deed alles wat van hem verwacht werd om het plan van het team tot in de puntjes uit te voeren. Een prachtig voorbeeld van Ricciardo niet blij. Een echte teamsport is. Aan uitmuntende prestatie tijdens de Grand Prix zal het team van Mercedes vanavond wel een feestje bouwen en dat verdienen ze. Oké, beste kijkers, ik weet, ja, meestal zien jullie het podium nog en zien jullie champagne en de lijst daarna nog. Alleen, blijkbaar gebeurde wat met mijn game, want ineens was ik weer in het hoofdmenu van Formule 1 en nou, ja, ben ik weer in, ja, in mijn team hoofdkantoor, dus ja. Maar Bottas werd eerste, ik werd tweede en een Ferrari werd derde. En zo is de ene laatste GP gelopen van de top 3. We zijn officieel wereldkampioen, beste kijkers. De activiteiten die plannen we nog even snel in. Voor een laatste keer gaan we die inplannen, beste kijkers. Dus ja, het is wel wat. Maar ja, het was een heel mooi seizoen. Kom, laten we eerlijk toegeven, het was echt een super mooi seizoen. De eerstvolgende GP is dus de laatste. En dat is ook in een dito de laatste video. En dat is de GP van Abu Dhabi. En ja, ik hou van die GP. Echt altijd mooi vuurwerk. Dus hopelijk kunnen we die nog echt een mooie video maken voor jullie. En ook natuurlijk voor mezelf. We krijgen nog een upgrade van de apparatuur voor de motor. Nog de focusafdeling voor de aerodynamica, de wekelijkse middelen, de operationele kosten, de rondleiding, hoofdkantoor, leverancier en dan de GP. Misschien kunnen we nog even... Ja, kijk. Dat doen we dan nog gewoon even. Deze doen we ook nog even. En dan waren dat ook de punten die we nog kunnen investeren. Alles is goed, dus daar ben ik ook blij om. Ja. op het einde hebben we toch nog alles goed gekregen van het moreel. Oh, wat zat ik daar ook mee te struggelen, beste kijkers. We hebben 13,7 miljoen op de bank. Dus weet je wat? Jullie weten, ik had altijd gezeur. Dus weet je wat? Versterk positieve effecten van teamactiviteiten. Weet je, doe maar. En we gooien deze geld er nog ook op. Dan hebben we nog 6,7 miljoen op de bank. Ja, worden iets verbeterd. Weet je wat? We doen alles. We doen alles voor de tweede coureur. Doen we nu er even uit. Dat is toch 21 november. Dan zit de race er nog niet op. Misschien helpt dit wel echt. Misschien moest ik dit echt wel doen. Want voor de tweede coureur, de tempostatistiek wordt nu verbeterd. Verbetert de racekunst en het bewustzijn. En de ervaringsstatistiek. Misschien doet Nick de Vries het zo meteen wel heel goed. Wie weet. We hebben momenteel weinig geld. Je hebt momenteel niet genoeg geld om het contract van je teamgenoot te verlengen. Nou, Nick de Vries. Het seizoen zit er bijna op. Jullie horen het muziekje denk ik ook al. De ene laatste video. Beste kijkers, het einde is in zicht van onze eigen team 2020. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Smash dan zeker op dat blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. Abonneer als jullie nieuw zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer bij de allerlaatste video. Zeg het maar met me mee. Tot de volgende keer. Adios!